even een aantal jaren achteruit, omdat al geruime tijd in Vlaanderen de gevoeligheid rond jacht en de voorwaarden waaronder de jacht kan plaatsvinden groeiende was, is in een vorige legislatuur besloten van als eerste stap willen we naar een grotere transparantie gaan. Het is inderdaad noodzakelijk. Het is evident dat iemand op een heel gemakkelijke, transparante wijze kan kijken of zijn perceel waar hij eigenaar van is, is opgenomen in een jachtplan of niet. Tot dan was dat vrij omvangrijk. We hebben gezegd, we moeten dat digitaliseren. 21ste eeuw moet kunnen. Ja. HVV heeft daar een belangrijke rol trouwens in gespeeld, heeft daar ook aan meegewerkt. De eerste fase was dat chaotisch in die zin dat de verschillende provincies het op verschillende manieren deden. Kaarten die niet leesbaar waren. Ondertussen kan je op perceelniveau gaan kijken of een gebied is ingekleurd of niet. En dan is de volgende stap, dan moet je ook als eigenaar ten alle tijde, wat ons betreft, liefst op een eenvoudige manier kunnen bepalen. Ik wens de overdracht van dat jachtrecht te handhaven. Hmm. Of ik wens dat niet langer, ik wens mijn perceel daarin te schrappen. Dat is een beweging die nu bezig is en die, denk ik, voor verfijning vatbaar is, maar die op zich toch wel tot een grotere transparantie heeft geleid en die dan ook weer meer tegemoet komt aan het eigendomsrecht, waaraan het jachtrecht gekoppeld is. Ja. En we denken dat dat een belangrijke stap is geweest die we de vorige legislatuur hebben gezet.